Wat een rust. We hebben allemaal wel eens van die momenten in ons leven dat gewoon eigenlijk een beetje te veel wordt allemaal. En als het nog niet gebeurd is, geloof mij, dan gaat het komen. En of het nu door een crisis is, of door een ontslag op je werk, of doordat je bedrijf gewoon slecht loopt, of problemen met je relatie, of met je gezin, of met je familie. Die shit, dat hoort nu helemaal bij het leven. De vraag is natuurlijk alleen, hoe ga je daarmee om? Ik heb voor mezelf eigenlijk altijd een soort stijlregel. En bij de mariniers en bij de special forces hadden we altijd een gezegde: you are never too special to forget about basic soldiering. Dus je bent eigenlijk nooit te speciaal om de basisvaardigheden te vergeten of te verleren. En ja, bij de special forces maakten we altijd een beetje een grapje over. Hè, want wij waren natuurlijk speciaal. Dus al die basisvaardigheden die beheersten we al. Maar niets als minder waar natuurlijk. Je moet gewoon regelmatig die basisvaardigheden gewoon blijven trainen om ze scherp te houden. Dat is het fundament. En als ik zeg maar zelf wat slechter in mijn vel zit, en dat gebeurt nu wel eens, dan ga ik ook gewoon weer even terug naar die fundamenten. En wat zijn dan mijn fundamenten zeg maar voor mentale weerbaarheid, of misschien wel voor het leven. Ik denk zelfs voor het leven. Oh, rode mier op mijn been. Heel veel. Het allereerste fundament is natuurlijk ademhaling. Daar heb ik vorige keer ook al iets over verteld, maar zonder ademhaling ga je dood natuurlijk. En vaak doen we het heel onbewust. Het gaat automatisch natuurlijk. En daardoor ademen we vaak ook een beetje te oppervlakkig. En dat heeft ook weer een aantal nadelen. Maar door bewust gewoon een paar keer terug te gaan naar je ademhaling en iets dieper en regelmatig adem te halen, ontstaat er vaak al wat meer mentale rust en ruimte. Dus het eerste fundament is gewoon een paar keer terug te gaan naar mijn ademhaling en wat dieper en regelmatig adem te halen. Het tweede fundament is waar ik nu sta eigenlijk, want ik volg eigenlijk de weg van de ademhaling. Hè, waarvoor halen we adem? Omdat we zuurstof nodig hebben. En waar komt de zuurstof vandaan? Juist uit de natuur, uit de bomen, uit de planten. Dus het volgende fundament voor mij is natuur. Dus als ik slecht in mijn vel zit, of ik zie het allemaal even niet meer zitten, ik heb allemaal geen zin meer in, dan ga ik terug naar de natuur. En dan zorg ik dat ik wat vaker in de natuur ben. En in de natuur vind ik altijd wel een bepaalde rust en verstilling en ook weer nieuwe inspiratie om wat meer helderheid te krijgen en vaak om de dingen weer gewoon te zien zoals ze zijn eigenlijk. En dat is ook mooi van de natuur. Hè? Dus voor mij is het ook wel bewezen dat de natuur gewoon een positief effect heeft op je hersenfrequentie. En dat er daardoor ook gewoon meer rust en ruimte ontstaat, mentaal gezien. Dat is natuurlijk ook waarom ze vaak al die high-sessies, al die teambuilding-sessies gewoon in de natuur doen. Dan zit iedereen gewoon iets beter in zijn vel eigenlijk. Dus de natuur is het tweede fundament eigenlijk. En dan ga ik verder kijken naar de natuur. Hè? Wat is de natuur? Wat doet de natuur? Als de natuur één ding doet, of niet doet, dan is het stilstaan. De natuur is natuurlijk constant aan het groeien, aan het veranderen. En de natuur is constant in beweging. Net zoals al die rode mieren hier nu om mijn been. Die zijn constant in beweging. Dus het derde fundament voor mij is beweging. Als ik slecht in mijn vel zit, merk ik vaak dat ik iets minder ga bewegen. Dan ga ik iets minder sporten. En dat is eigenlijk vice versa. Als ik te weinig sport, dan ga ik ook weer slecht in mijn vel zitten. Dus het bewegen is voor mij echt een belangrijk fundament. Om gewoon goed in mijn vel te zitten. Om mentaal sterk te blijven. En mentaal sterk te worden. Dus dan zorg ik dat ik gewoon wat vaker ga bewegen. En niet gelijk extreme duurlopen of gewoon extreme crossfit workouts. Maar gewoon misschien wat vaker wandelen of zo. Of wel gewoon af en toe een rustig duurloopje. Dus dat bewegen is gewoon weer een belangrijk fundament eigenlijk voor mijn leven. Daarna kijk ik verder naar de natuur. Hè. Wat is de natuur nog meer? Als ik natuur zie, dan zie ik ook verbinding. Alles in de natuur is met elkaar verbonden. Het heeft elkaar allemaal nodig. Dus die verbinding is eigenlijk het vierde fundament. Dus als ik merk dat ik het even niet meer zie zitten of ik zit slecht in mijn vel. En ik kom er niet uit met mijn ademhaling, met bewegen, met de natuur. Dan zorg ik weer voor extra verbinding. Dus dan zoek ik mensen op die me kunnen helpen. Die me kunnen ondersteunen. Die gewoon een luisterend oor bieden. En die er voor me zijn. En die me de juiste vragen stellen. Zodat ik zelf weer wat meer helderheid krijg. Dus zit je slecht in je vel? Zoek de verbinding. En tot slot, als dat allemaal niet helpt. En dat kan ik me bijna niet voorstellen. Wat heeft de natuur nog meer nodig? Voldoende vocht
en de juiste voeding. En vaak merk ik ook aan mezelf, als ik te weinig drink, bijvoorbeeld overdag, ja, dan heeft het gewoon direct een effect op je mentale welzijn. Je concentratievermogen wordt minder, vaak word je een klein beetje humeurig, hetzelfde als met voeding. Als ik de hele dag alleen maar koffie drink en ongezond eet, dan heeft het gewoon effect op je mentale welzijn. Dus die voeding is, zeg maar, die vocht in die voeding is de vijfde pijler eigenlijk, of het vijfde fundament. Ik word een klein beetje opgevreten hier al. Dus, resume. Zit je slecht in je vel? Zie je het allemaal even niet zitten? Nou, geen nood, je bent een mens. Dat overkomt ons allemaal wel eens. Maar ga gewoon eens terug naar die vijf fundamenten. Ademhaling. Natuur. Bewegen. Verbinding. Vocht en voeding. En dan weet ik zeker dat je daar ergens een antwoord gaat vinden. En meer mentale ruimte. Dus ja. Dat wilde ik met je delen. Wil ik nog meer vertellen? Nee, ik ga zo verder wandelen, want ik word hier levend opgegeten door de rode mieren. En nou, hopelijk vond je het interessant of leuk, of heb je er iets aan gehad. Like het even, desnoods delen als je er iemand mee helpt. En abonneer op dit kanaal, dan blijf je op de hoogte. Bedankt voor het kijken.